The subject of today's session is the 10th chapter of Isaiah. Het onderwerp van deze sessie is het 10e hoofdstuk van Jesaja. Now, I must concede it's not all of the 10th chapter of Isaiah. We already discussed the first 4 verses together with our discussion of chapter 9. Ik moet toegeven dat we niet het hele hoofdstuk 10 behandelen, omdat we eerder al de eerste 4 versen van hoofdstuk 10 hebben behandeld. And the truth is, we're not going to be discussing all of chapter 10, because the end of chapter 10 we'll discuss together with chapter 11. En vandaag zullen we ook niet de hele rest van hoofdstuk 10 behandelen, omdat het einde van hoofdstuk 10 weer hoort bij hoofdstuk 11. As we've noted, our objective in this series is to discuss approximately a chapter in each session, but where we begin and end is determined more by the themes of Isaiah rather than where chapters begin and end, which often seems to be somewhat arbitrary. Zoals we als eerder hebben opgemerkt, we proberen ongeveer een hoofdstuk per sessie te doen. Maar we laten ons daarbij niet leiden door de hoofdstukindeling, maar meer door de thema's zoals die in Jesaja terugkomen. So on that note then, let's examine chapter 10 beginning with verse 5. Because as we'll see, the central portion of chapter 10 has one single theme that has a very important message for Isaiah's contemporaries, but also for us. Dus dat gezegd hebbende, laten we beginnen met het bestuderen van Jesaja hoofdstuk 10, beginnend bij vers 5. En dan haalt Jesaja een thema aan dat doorloopt tot bijna aan het eind van dit hoofdstuk. En hij heeft daarin een belangrijke boodschap voor zijn tijdsgenoten en ook voor ons. Putting it in historical terms, the message is the message of retribution and destruction for the Assyrian Empire. Om het in een historisch perspectief te bekijken, dan is dit een hoofdstuk met een thema van vergelding, wraak van Assyrië. Now, of course, with that being the message, we're certainly entitled to ask, why is this relevant to us, considering the Assyrian Empire has not been in existence for roughly 2,600 or 700 years? En als dat dan het onderwerp is, dan mogen we ons ook gerust de vraag stellen, waarom zou er een boodschap voor ons in zitten? Omdat het Assyrische Rijk al zo'n 2600 of 2700 jaar niet meer bestaat. Answering that question and learning from this chapter what the prophet teaches us about how God runs the world and us is of course the primary focus of today's session. Die vraag beantwoorden, welke boodschap er ook voor ons in zit. En de vraag hoe God de wereld en ons ook bestuurt, is het doel van vanavond. So our passage begins, again we start with chapter 10, verse 5. Woe unto Assyria, which of course implies that Assyria is heading toward its doom. En beginnend in vers 5 lezen we Wee Assyrië. En dat duidt erop dat Assyrië richting zijn ondergang gaat. But now the way Assyria is described here in this verse is very interesting. The rod of my anger, in whose hand as a staff is my indignation. Maar de manier waarop Assyrië omschreven wordt in dit vers is opmerkelijk.
namelijk de roede van mijn toorn. En mijn gramschap is een stok in hun hand. Now, rod and staff are both expressions of dominion, of ruling over, the king's scepter, the staff of the leader. En zowel het woord roede als het woord stok zijn beeldenissen van heerserschap, de scepter van een koning en de staf van een leider. So here, the rod and the staff appear much more as instruments of punishment. Maar hier verschijnen de roede en de stok meer als instrumenten van bestraffing. We might say Assyria thinks of itself as a ruler, as a leader, but from God's perspective, Assyria is a stick with which to mete out punishment to those for whom punishment has been decreed by God. En je zou eraan af kunnen leiden dat Assyrië zichzelf ziet als een heerser, als een leider met een staf, een scepter, maar dat ze het vanuit Gods perspectief ze slechts een stok zijn om straf uit te delen aan hen voor wie straf is verordend door God. Now, how Assyria is sent by God becomes clear in the next verse, in verse 6. I do send him against an ungodly, a hypocritical nation, and against the people of my wrath. Do I give him a charge to take the spoil and to take the prey and to tread them down like the mire of the streets? En hoe God dan Assyrië wil gebruiken als een stok voor bestraffing, blijkt uit het volgende vers. Of course, inevitably. Op een huichelachtig volk zal ik hem afsturen. Tegen het volk waarop ik verbolgen ben, zal ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven en om het te vertrappen als slijk op straat. Now, inevitably, of course, the question that immediately presents itself is, so Assyria is just doing its job, and it's a job that God gave Assyria to serve as the rod of God's anger, to serve as the instrument of God's punishing this ungodly, hypocritical nation, or nations, because Assyria, of course, is sent to despoil and destroy many nations. En als we dit lezen, dan biedt zich de vraag aan, of in ieder geval de gedachte, dat Assyrië slechts zijn werk doet als instrument van bestraffing. En dat het straf zal gaan uitdelen aan vele volken. So if Assyria is the instrument of God's wrath, the rod of his anger, why does Assyria get punished at all? Dus als Assyrië een roede is van Gods toorn en een stok in zijn hand, waarom zou Assyrië dan straf krijgen? Why does this passage begin, woe unto Assyria, an expression of warning, of dread regarding its fate? Waarom zou dit stuk dan beginnen met de opmerking, wee Assyrië? Wat duidt op doemenis, op vernietiging. And we get the answer in verse 7. Howbeit, he means not so, neither does his heart think so, but it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. En het antwoord op die vraag staat in vers 7.
Maar zelf meent hij het zo niet, en diep in zijn hart denkt hij zo niet. Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien, niet weinigen. Now this is one part of the answer. That is, because Assyria isn't launching its campaigns of destruction in order to fulfill God's mission. It's doing it merely out of its own desire to destroy. Furthermore, there's an additional aspect. Dit is een deel van het antwoord. Assyrië gaat niet uit om die straf namens God te doen. Of zelf denken ze in ieder geval dat ze dat niet doen. Ze doen het vanuit hun eigen verlangen om te vernietigen. En dan is er nog een aspect. The additional aspect is arrogance, pride. Assyria seeing itself as the one who is in charge of the world. En dat andere aspect is trots, hoogmoed. Assyrië denkt dat zij de wereld besturen. In verse 8, for he said, are not my princes, all of them, kings? In vers 8, want hij zegt, zijn mijn vorsten niet allemaal koningen? Now of course, on the one hand, part of that question is, they all deserve to be kings, so therefore I need to conquer many nations in order to install all of my princes as kings over these many lands. En je zou dat natuurlijk kunnen opvatten als al mijn vorsten verdienen het om koningen te zijn, dus dan moet ik heel veel volken onderwerpen en landen veroveren, dan kan ik al die vorsten aanstellen als koningen. But there's also a message of pure pride that is implicit here. Maar er zit ook een boodschap in van pure hoogmoed. In verse 10, my hand has reached the kingdoms of the idols of these gods and conquered them. In vers 10 lezen we, zoals mijn hand wist te vinden, de koninkrijken van de afgoden. Hoewel een beeld met die van Jeruzalem en die van Samaria overtroffen, zoals ik gedaan heb met Samaria en zijn afgoden, zou ik zo niet doen met Jeruzalem en zijn afgodsbeelden. And the arrogant rhetorical question in verse 11. Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols? We vestigen de aandacht op die laatste retorische vraag in vers 11. Zou ik zo niet doen met Jeruzalem en zijn afgodsbeelden? Which is why indeed we read in verse 12. Wherefore it shall come to pass that when God has destroyed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will visit the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria and the glory of his haughty looks. En dan lezen we in vers 12. Het zal gebeuren zodra de Heere heel zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat ik de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. I think it's instructive for us to get something of an additional sense of that arrogance that is expressed by Assyria itself in Isaiah chapter 36 and Isaiah chapter 37. En ik denk dat het belangrijk is om een beter beeld te krijgen van die arrogantie, van die trots van Assyrië. En dat doen we door te kijken naar hun eigen woorden in Jesaja 36 en 37. Rabshakeh, the emissary of Sennacherib, of Sancheriv, comes to Jerusalem
to essentially serve as what we would describe nowadays as the Assyrian propaganda machine. In 36 vers 4 komt Rabshake, de commandant van Assyrië, Israël tegemoet en vervult daar de functie van wat we tegenwoordig een soort propagandamachine zouden noemen. In verse 4, his challenge. Say this to King Hezekiah. Thus says the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein you trust? En in vers 4 zegt die commandant dan, zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? In verse 5, on whom do you trust that you have rebelled against me? In vers 5b staat dan, op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? And what follows is very interesting and glaring inconsistency in Rabshakeh's message. It's important for us to note this. En wat dan volgt is een opvallende inconsistentie in de boodschap van die commandant. En dat is belangrijk om dat op te merken. On the one hand, he portrays himself as God's emissary. En aan de ene kant zet hij zichzelf neer als de afgevaardigde van God. Well, that is implicit in verse 7, which betrays a fundamental misunderstanding of the laws that God gave us in the Torah, in the Bible. En in vers 7 lezen we over een verraadt iets over een misverstand over de geboden, de Torah die God heeft gegeven. It's a misunderstanding that is admittedly typical for a pagan mentality. Maar het is een misverstand die typerend is voor een heidense mentaliteit. That is, if you say we trust in God, our Lord, is not that He, God, whose high places and whose altars Hezekiah has taken away and has said to Judah and to Jerusalem, you shall prostrate yourselves before only this altar. En die commandant die zegt dan namelijk, als u dan tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij het niet van wie Hiskia de hoogten en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar alleen moeten zich neerbuigen? Well, of course, to the pagan mind, more is better. The more altars, the better. But God, of course, tells us we are forbidden to bring offerings anywhere outside of the place that God chooses. That is the Holy Temple in Jerusalem. En dit is heel typisch voor heidens gedachtegoed, een heidense mentaliteit die denkt, meer is beter, hoe meer altaren, hoe beter. Maar het gaat natuurlijk recht in tegen Gods gebod om hem alleen te aanbidden op de plaats die hij uit heeft gekozen, namelijk de tempel in Jeruzalem. But you'll note that implicitly, in verse 7, Rabshakeh is saying, I'm coming on behalf of God because King Hezekiah has acted wrong before God by destroying all of his altars.
Maar je proeft wel hier de boodschap in dat die commandant zegt: ik ben gekomen om jullie te straffen omdat Hiskia fout heeft gehandeld tegenover God, namelijk door al zijn altaren te verwijderen. He says this even more explicitly in verse 10. And am I now come up without God against this land to destroy it? God said to me, go up against this land and destroy it. En hij is hier nog veel explicieter in vers 10. Dan zegt hij, nu dan ben ik buiten de wil van de Heere tegen dit land opgetrokken om het te gronden te richten. De Heere heeft tegen mij gezegd, trek tegen dit land op en richt het te gronden. In the continuation of the chapter, however, when he continues his propaganda, in verse 15, don't let Hezekiah make you trust in God, saying, God will surely deliver us, this city shall not be given into the hand of the king of Assyria. En in het vervolg, in vers 15 staat dan, laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heere door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden. Deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Don't let him persuade you to trust in God, because, as we read in verse 18, has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? En in vers 18 gaat hij verder en zegt hij, laat Hiskia u niet misleiden door te zeggen, de Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken, ieder zijn eigen land, gered uit de hand van de koning van Assyrië? And after listing several examples of nations that have fallen before Assyria, in verse 20, who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my hand, that God should deliver Jerusalem out of my hand? En dan geeft hij een aantal voorbeelden van volken die gevallen zijn. En dan in vers 20 zegt hij, wie onder al de goden van deze landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere Jeruzalem dan wel uit mijn hand redden? Note here, he's not claiming anymore that God sent him. On the contrary, he's claiming that he's stronger than God. Let wel op. Hij zegt hier niet meer dat hij gekomen is namens God, maar dat hij sterker is dan hem. In Isaiah chapter 37, in verse 10, he doesn't merely say to not trust King Hezekiah. He says, don't trust God. En het wordt nog erger in Jesaja 37 vers 10. Dan zegt hij niet alleen, je moet niet op Hiskia vertrouwen, maar dan zegt hij, je moet niet vertrouwen op God. Let not your God in whom you trust beguile you, fool you, saying Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Hij zegt dan, laat uw God op wie u vertrouwt u niet bedriegen door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. And again in verse 12, have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed? And he gives a list. En dan in vers 12 zegt hij, hebben de goden van de volken die mijn vaderen te gronden gericht hebben hem gered? En dan geeft hij weer een hele lijst. Which prompts God's response, delivered to King Hezekiah and to us, through the words of the prophet Isaiah. En dit leidt ertoe dat God een antwoord geeft aan Hiskia door Jesaja en daardoor ook aan ons. In Isaiah chapter 37, verse 22, the virgin daughter of Zion has despised you and laughed you to scorn. The daughter of Jerusalem has shaken her head at you, Sennacherib. In vers 22 lezen we dan wat God zegt. De maagd, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u.
De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u, Sanherib. In verse 23. Whom have you taunted and blasphemed? Against whom have you exalted your voice? Yea, you have lifted up your eyes on high, even against the Holy One of Israel, against God. Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël. And the continuation of the response. In verse 29, because of your raging against me, and for that your uproar has come up into my ears, therefore will I put my hook in your nose and my bridle in your lips, and I will turn you back by the way by which you came. En het vervolg, in het vervolg komen we dan bij vers 29. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit tussen uw lippen. En ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. Verse 33. Therefore, thus says God concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast a mound against it. En in vers 33, daarom zo zegt de Heere over de koning van Assyrië, hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl inschieten, haar met geen schild tegemoetkomen en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come unto this city, says God. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heere. When I accompany groups to the Holy Wall in Jerusalem's Holy City, and I show them around the sites in the Old City, I always like to take them to what still remains of the broad defensive wall of King Hezekiah that was built in preparation for the siege of Sennacherib against Jerusalem. Wanneer ik groepen vergezel en hen een rondleiding geef door de heilige stad, dan vind ik het mooi om ze ook mee te nemen naar de brede verdedigingswerken en de brede muur die Hizkia heeft gebouwd ter verdediging, als voorbereiding op de verdediging tegen Sanherib. I show them the wall. I read them these verses. And I share with them that the only Assyrian arrowhead that has been found in the land of Israel was found wedged between the stones of this wall. Ik lees dan deze versen voor aan zo'n groep en vertel hen dan dat de enige Assyrische pijlpunt die gevonden is in heel Israël, geklemd zat tussen de stenen van deze muur. It was stuck in the wall. The arrows never got into the city. Die pijl zat dus vast in de muur, maar ze zijn nooit de stad ingekomen. Verse 35, for I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. En vers 35, want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Now mind you, there was a siege. There was
as we will yet have occasion to discuss in Isaiah, prodigious destruction in the land. En let op, er was wel degelijk sprake van een belegering. En we hebben ook al eerder gelezen over de vernietigingen die wel degelijk al over het land gekomen waren, buiten Jeruzalem. And this inevitably brings us back to chapter 10. It will come to pass that when God has destroyed his whole work upon Mount Zion and Jerusalem, it is going to happen. There is going to be destruction. But after that measure of destruction has taken place, then I will visit the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria and the glory of his 14 looks. En dit brengt ons terug naar Jesaja 10 in vers 12. Waar staat, het zal gebeuren zodra de Heere heel zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft. En dat het vernield is, er zal wel degelijk vernietiging plaatsvinden. Want als dat dan gebeurd is, daarna zal hij de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag vergelden. Returning to Isaiah chapter 37, verse 36. And the angel of God went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when men arose early in the morning, behold, they were all dead corpses, and Jerusalem was saved. En dan lezen we nog een vers uit Jesaja 37, vers 36. Toen trok de engel van de Heere ten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië 185.000 man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. En zo werd Jeruzalem gered. So of course, among the many messages that we should be learning from the arrogance of the king of Assyria is a message that we could well express in the words of another later prophet, Jeremiah, in chapter 9, verses 22 and 23. Tussen al de lessen die we kunnen leren vanuit die hoogmoed van Assyrië, zit ook deze boodschap die misschien nog wel het mooist verwoord is, samen te vatten is in de woorden van een latere profeet, Jeremia. Jeremia 9, vers 22 en 23. Thus says God, let not the wise glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am God who does kindness, justice, and righteousness in the earth. For in these things I desire, says God. In de herziende Statenvertaling is het vers 23 en 24. Zo zegt de Heere, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. The arrogance of Sennacherib was in a very direct way his undoing. De arrogantie van Sennacherib was op een hele directe manier gelijk zijn ondergang. It's obviously not because of some competition between God and Assyria. Het gaat niet
om een soort competitie tussen Sanherib en God. God doesn't need us to sing his praises. God heeft ons niet nodig om hem de lof toe te zingen. We are the ones who need to recognize God's greatness, because by our connecting with God, we connect with holiness in the world, in our lives as well. Wij zijn degenen die ons moeten erkennen wie God is en hoe hij is, dat we zo ook de verbinding leggen tussen heiligheid met hem in de hemel en wij hier op aarde. God represents absolute goodness, absolute righteousness, absolute justice, absolute truth. Our glorifying God is glorifying all of these. En God vertegenwoordigt de absolute goedheid en goede tierenheid, een absolute recht en absolute gerechtigheid en absolute waarheid. En met deze dingen moeten we God kennen. Glorifying ourselves in the absence of these is our own undoing. It is our own bankruptcy and destruction. Het ontkennen van die dingen is onze eigen ondergang. So of course that's first level in our considering what we need to learn for ourselves from this story of Assyria. En dat is de eerste laag van wat we moeten leren van deze arrogantie van Assyrië. But on a much deeper plane, it's important for us to consider what this passage, what this prophecy teaches us altogether with respect to God's plan and our role in it. Maar in een diepere zin moeten we ons afvragen wat deze hele passage betekent over Gods plan en onze rol daarin. Now, one aspect of this we've had occasion to discuss in the past as well in other contexts. En één aspect daarvan hebben we in een andere context al eens eerder besproken. That is, considering the relationship between human free will on the one hand in choosing to do an act of goodness or destruction, and on the other hand God being ultimately the source of everything in the world. Ik refereer dan aan de discussie over aan de ene kant onze eigen vrije wil om een daad van goedheid te doen of van slechtheid. En anderzijds het feit dat uiteindelijk God alles bestuurt en alles in zijn hand is. So we've discussed this, of course, on many occasions. I'm not going to elaborate excessively now, but just to remind us, God is indeed the source of everything. As we read in Isaiah chapter 45, verse 7, I form the light and create darkness, I make peace and create evil. Dat hebben we al veel eerder besproken, dus ik ga er niet opnieuw heel diep op in. Maar natuurlijk, God is de bron van alles, zoals in Jesaja 45, vers 7 staat. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. And similarly, as a rhetorical question, we read in Amos chapter 3, verse 6,
Shall evil befall a city and God has not done it? En in dezelfde lijn lezen we uit Amos. Zal een hoorn geblazen worden in een stad en de mensen niet beven? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heer dat doet? And really the same question, rhetorically, in Lamentations chapter 3, verse 38. Out of the mouth of the Most High, do not proceed both evil and good. Everything comes from God. En nog zo'n retorische vraag uit Klaagliederen 3, vers 38. 37 en 38. Wie zegt iets en het gebeurt als de Heer het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? And indeed, as we've noted, it can only be thus. After all, there is no other source. Everything comes from God. And so when we read in Job chapter 1, verse 6, and chapter 2, verse 1, about Satan, Satan is merely one of the angels of God coming to present himself before God. En natuurlijk is het zo, er is geen andere bron dan God alleen. En daarom lezen we ook in Job 1 vers 6 en 2 vers 1 over de tegenstander, de Satan, dat hij slechts één van de engelen is die zijn opwachting maakt bij de Heer. So of course again, on the one hand everything comes from God, but yet, on the other hand, God gives us free will, free moral choice. Dus aan de ene kant komt alles bij God vandaan, hij is de bron van alles. En aan de andere kant, toch, hebben wij ook een eigen keuze, een vrije wil. We read this repeatedly in the Bible. Indeed, one could say, the Bible is based upon that principle that God tells us right and wrong because we have the wherewithal to choose. En we lezen hier veelvuldig over in de Bijbel, over die vrije wil. En het is zelfs een soort fundament van de hele Bijbel, omdat God ons voortdurend vertelt wat goed is en wat slecht is, hè? Omdat we in staat zijn om een keuze te maken met die vrije wil. There's a couple of brief examples in Deuteronomy chapter 11, verse 26. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. En een voorbeeld daarvan is Deuteronomium 11, vers 26. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. And similarly, Deuteronomy chapter 30, verse 15. See, I have set before you this day life and good and death and evil. En net zo in Deuteronomium 30, vers 15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. In verse 19, I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. And it's almost like God pleads with us. Therefore, choose life, that you may live, you and your seed. I won't force you, but I'm showing you the way, guiding you to choosing life and the blessing. En dan in Deuteronomium 30, vers 19. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. En dan is het haast of God smeekt aan de mensen om te kiezen voor het leven. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. God dwingt de mens niet om dat te doen, maar doet een beroep op zijn eigen vrije wil om het goede te kiezen. So everything comes from God. But God also gives us free will.
in which we act autonomously, without God constraining what we choose. Dus aan de ene kant is God de bron van alles. Alles komt bij hem vandaan. En aan de andere kant hebben we toch ook een eigen vrije wil om te kiezen. En God legt ons geen beperkingen op in wat we kiezen. How do we reconcile these two statements? Well, in the words of Proverbs, chapter 16, verse 9. A man's heart devises his way, but God directs his steps. Hoe kunnen we deze twee uitspraken met elkaar verzoenen? Dat kunnen we doen in de woorden van Spreuken 16, vers 9. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. And likewise in Proverbs chapter 19, verse 21. There are many thoughts in a man's heart, but the counsel of God, that shall stand. En net zo in Spreuken 19, vers 21. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand. Meaning that God makes the plan. We choose freely what role we're going to play in the plan, even though the ultimate consequences are in the hands of God. En dat betekent dat God maakt het plan. En wij kunnen met onze vrije keuze kiezen welke rol we hebben in dat plan. Ook al berusten de uiteindelijke consequenties ervan in de handen van God. In Esther, chapter 4, verse 14, Mordechai says to Queen Esther, if you altogether hold your peace at this time, that is, tonight, speak to the king on behalf of your people, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place. One way or another, the relief and deliverance will arise, because that's part of God's plan. That's not up to you. But you and your father's house will be lost, because you had the opportunity to take that positive role, and you didn't. In Esther 4, vers 14 lezen we wat Mordechai tegen Esther zegt. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En daarmee geeft Mordechai aan dat God hoe dan ook redding zal brengen voor de Joden. Zijn plan gaat door. En Esther heeft hier de keuze om te kiezen welke rol ze speelt. Summarizing this with a principle expressed in a verse in Proverbs. And admittedly, there are a number of ways of understanding this verse in Proverbs. But the translation that I'm going to regard as most cogent here for Proverbs chapter 26, verse 10, is great is he who performs all, which obviously, of course, is referring to God. And in God performing all, because God is the author of all things, he hires the fool and he hires transgressors. That is, God, the great playwright, writing the drama of human history, hires everyone to have a role in this drama, including the fool and the transgressors. They all will play a role. They all will be significant in whatever domain they choose. But if you were created in this world
It is indeed because you are a significant being, and what you do will have significance in the world. Dit principe wordt verder uitgewerkt op, of is verder te vatten in de woorden van Spreuken 26, vers 10. Er zijn een aantal manieren om dat te vertalen, maar de vertaling die Chaim aanhoudt is als volgt: groot is hij die alles ten uitvoer brengt. Groot is hij die alles ten uitvoer brengt. Hij huurt de dwaas en hij huurt de overtreders in. En degene die alles ten uitvoer brengt is uiteraard God die alles bestuurt. En hij geeft iedereen een rol in het grote, in zijn grote drama. Maar ook de dwazen en de overtreders huurt hij in voor hun specifieke rol. En het feit dat we hier bestaan op aarde, gaan we ervan uit dat we een betekenis hebben, een belangrijke betekenis in het totaal van Gods plan. Maar in welke rol? Dat is een vraag en kunnen wij dus ook zelf kiezen. Now this is a general principle. It applies to us all. To all of our lives. We all are put in this world by God with a mission. We can choose to advance God's plan by allying ourselves with God and doing what he charges us to do. We are free to choose the opposite, to try to oppose God's plan and act not in a godly manner, but in a godless manner. We are assured that since God hires the fool and transgressors as well, that even one who makes that kind of decision will unwittingly contribute to God's plan. Dit is een algemeen principe dus, dat iedereen zelf kan kiezen hoe hij zijn leven indeelt. En hij speelt een rol in Gods plan, hoe dan ook. En hij kan zelf kiezen of hij een verbond sluit, hè, zijn missie in het leven in lijn brengt met die van God. Of dat hij ervoor kiest om tegen God in te gaan. Maar hoe dan ook, is iedereen ervan verzekerd dat we een rol spelen in Gods plan. Want ook de dwaas en de overtreders huurt hij in voor, om uiteindelijk toch zonder zijn eigen instemming, of zonder dat hij dat zelf wil, toch Gods plan tot stand te brengen. The difference is that when one advances God's plan deliberately by being godly and allying oneself with God's plan, one advances the plan and one also attains personal salvation. Het verschil is dat wanneer je ervoor kiest om met God samen te werken en zijn plan verder vooruit te helpen, door godvruchtig te leven, je daarmee ook een persoonlijke verlossing bereikt. When on the other hand one advances God's plan unwittingly, because one really is doing one's utmost to thwart God's plan, the plan moves forward. What one destroys is oneself. En de tegenovergestelde kant, als je ervoor kiest om tegen God in te gaan, hem tegen te werken en goddeloos te leven, dan zal zijn plan nog steeds doorgang vinden. En ja, de intentie om Gods plan te niet te doen, zal niet slagen. Het enige wat men dan vernietigt, is zichzelf. Recall Mordechai's words to Esther. Relief and deliverance will arise to the Jews from another place.
But you and your father's house will be lost. Herinner je de woorden van Mordechai? Vanuit een andere plaats zal er verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. Now, when we consider this message again, it's something that certainly impacts on the lives of each and every one of us. But the implications in our passage in Isaiah are more specific and arguably more intense. Nou, deze boodschap is voor iedereen van toepassing, maar zoals die gecommuniceerd wordt in de versen in Jesaja 10, die we nu bestuderen, komen die toch nog wel iets specifieker en intenser op ons af. On the one hand, recall, Assyria is the rod of God's anger, in whose hand as a staff is God's indignation. Assyria has a mission given it by God. Ik breng in herinnering Jesaja 10 vers 5, waarin staat: Wee Assyrië, de roeder van mijn toorn, en mijn gramschap is een stok in hun hand. Ze hebben een missie door God gegeven om een straf uit te voeren. We could take another example. A king who is described later on in Isaiah as having a special mission given him by God. Indeed, the subject of the verses that we saw earlier in Isaiah chapter 45 becomes clear at the beginning of the chapter, in verse 1. Thus says God to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have hold to subdue nations before him, to loose the loins of kings, to open the doors before him, and the gates may not be shut. We kunnen dit ook vergelijken met Jesaja 45, waarin we eenzelfde soort geval lezen. En de versen die we eerder hebben gelezen uit hoofdstuk 45 worden ook wel duidelijk vanuit de eerste versen daarvan, of het eerste vers daarvan. Het gaat over Kores. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden om deuren voor hen te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zo ook Cyrus heeft een door God gegeven missie. Cyrus is called God's anointed. He has a mission given him by God. Cyrus is dus, Kores wordt de gezalfde van God genoemd. Hij heeft een missie door God zelf gegeven. In a similar vein, in God's covenant with Abraham in Genesis chapter 15, we see much the same theme in terms of missions that God is dispensing. En ook in Genesis 15 bij het verbond met Abraham zien we veel gelijkenissen met de manier waarop God een missies uitdeelt aan de mensen. On the one hand, the nation that emerges from Abraham's seed is to be a stranger in a land not theirs and shall serve them, and they, the nation that hosts them, shall afflict them 400 years. Obviously, this is the prophecy that was fulfilled in the exile in Egypt. In Genesis 15, vers 13, zegt God tegen Abraham: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Het mag duidelijk zijn dat deze profetie vervuld is in het verblijf van het volk Israël in Egypte. On the other hand, the role of Israel itself
becomes clear in verse 16 when God says to Abraham that the nation will ultimately come back to the land of Israel, but only in the fourth generation, because the iniquity of the Amorite, the indigenous inhabitants in the land, is not yet full. En dit is aan de ene kant, en aan de andere kant lezen we in vers 16 dat de Israëlieten, het volk Israël, pas terug zal keren naar het land Israël in de vierde generatie. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, het inheemse volk daar in Canaan, de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Consider, on the one hand, the role of the Egyptians as the instrument of inflicting upon Israel the punishment, the affliction, the subjugation. And on the other hand, the role with which God in turn charges Israel to be the rod, the whip of destruction against the Amorites who are to be driven out of the land of Israel because they have forfeited their right to continue to be here. Merk op aan de ene kant de rol van Egypte om een instrument te zijn van straf en onderdrukking voor de Israëlieten, terwijl Israël op hun beurt weer een instrument zijn, een gezel voor de Amorieten, omdat zij hun het recht hebben verspeeld om in het land Canaan te wonen. We don't have time at present to discuss these dynamisms at greater length. But there is a very important bottom line that emerges from this, that of course pertains to Isaiah chapter 10. We hebben niet de tijd om deze dynamiek helemaal uit te diepen, maar uiteraard is er een belangrijke conclusie aan te verbinden die betrekking heeft op Jesaja hoofdstuk 10. The critical expression in verse 15, should the axe boast itself against him who use with it? Should the saw magnify itself against him who moves it? As if a rod should move them that lift it? Or as if a staff should lift up him that is not wood, the person who is wielding the staff? Het wordt treffend verwoord in Jesaja 10, vers 15. Zou een bijl zich beroemen tegen wie ermee hakt, of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt? Alsof een staf regeert over wie hem hanteert, alsof een stok opheft wie geen stuk hout is. This is of course inevitably a message on the one hand of humility, recognizing that if anything, the greatness of our role in the world is by our playing a role, fulfilling a mission in God's plan. En aan de ene kant is dit natuurlijk een appel op nederigheid, dat de rol die we vullen op deze aarde door God gegeven is. Hè? Onze missie is door hem gegeven. We doen het niet zelfstandig. We need to stress this point. That on the one hand, what God charges us to do is not to just sit around passively and wait for God to do everything without us. We moeten dit punt benadrukken. Dat God niet van ons verlangt dat we passief blijven zitten en wachten totdat hij al het werk opknapt. But of course, equally not to think we are in business for ourselves and we do whatever we please.
Maar natuurlijk geldt net zo goed dat we niet onze eigen zaak runnen en maar kunnen doen wat ons behaagt. To recognize that we, each of us, in our own ways, are the axe in the hand of the one who hews with it, the saw in the hand of the one who cuts with it, the rod that is lifted up by God. We moeten herkennen dat ieder van ons is zoals die bijl die wordt gebruikt om mee te hakken, en de zaag die wordt getrokken, en de staf die wordt opgeheven door degene die dat opheft. Assyria and innumerable others from Assyria through to the present day failed to learn this lesson. Assyrië en velen met Assyrië in de tegenwoordige tijd zijn er niet in geslaagd om deze les te leren. The consequence indeed was an arrogance that led Assyria and Babylon afterward and all the various kingdoms that followed to regard themselves not merely as the ones to whom God granted kingship, but the ones who were in charge of the world. And het gevolg dat ze die les niet geleerd hadden is dat Assyrië en later ook Babylon hun ondergang tegemoet gingen, omdat zij zichzelf niet zagen als een instrument in Gods hand, maar als heersers over de eigen wereld, over de wereld vanuit hun eigen kracht. The difference in attitude isn't only a difference in standing humbly before God versus standing arrogantly, pridefully without God. Het verschil is niet alleen een houding van nederigheid tegenover God, tegenover een houding van arrogantie en hoogmoed tegenover God. It's a difference that pertains every moment of our lives, not just for kingdoms, for each and every one of us. Maar het is een verschil dat niet alleen voor koninkrijken geldt, maar ook voor ieder van ons op elk moment van ons leven. Do we ask ourselves what's best for me, or do we ask ourselves what's best for God? Vragen we onszelf af wat is het beste voor mij, of vragen we ons af wat is het beste voor God? More pointedly, do we ask ourselves what is right for me, or do we ask ourselves what is right by God? En vragen we onszelf af wat is kloppend, wat is passend voor mij, of wat is passend, wat klopt er voor God? Assyria's outrages against conquered nations, and Babylon's afterward, and so many other nations, through to our own day, were outrages that only became possible because no one was asking the question, what's right by God? And de woede van Assyrië, alle volken die ze vernietigd hebben, en daarna ook Babylon en vele volken na hen tot in deze tijd. Die woede, die uitzonderlijke woede, kon alleen ontstaan doordat niemand zich afvroeg, wat is juist in Gods ogen? We shouldn't just talk about kingdoms. For each and every individual. When we ask the question, what's right by God, obviously we conduct our lives very differently than if
we ask ourselves what works best for ourselves. Maar deze vraag gaat uiteraard niet alleen over koninkrijken, maar ook over ieder van ons als individu. We leiden ons leven heel anders wanneer we ons afvragen wat is juist in de ogen van God, dan wanneer we ons afvragen wat komt mij het beste uit. All the most abominable crimes become possible once we stop regarding ourselves as players in God's drama. De meest afschuwelijke misdaden worden mogelijk als we vergeten dat wij elke rol vervullen in Gods plan, in zijn drama, zijn toneelstuk. So that even, for example, those nations that really were given a mission by God to be the rod of God's indignation ended up committing atrocities because they really didn't care about the mission. They cared only about themselves. En zo kon het gebeuren dat naties die daadwerkelijk een missie hadden ontvangen van God om een straf te voltrekken, ongelooflijke, gruwelijke dingen hebben gedaan, omdat ze zich niet langer Gods missie aantrokken, of dat nooit al gedaan hadden, maar alleen zichzelf op het oog hadden. We mentioned this a couple of sessions ago. As I think you may all be aware, on the belt buckle of the Nazi uniform, the words were engraved, Gott is mit uns, God is with us. Zoals jullie misschien kunnen herinneren, een aantal sessies terug hebben we gesproken ook over de gesp van de riemen van de naties in de Tweede Wereldoorlog, waarop gegraveerd was, God is met ons. Assyria, Babylon, all the rest claimed the same thing. And the moment that it became merely an empty slogan and not a guide to live a godly life, they became monsters as well. Assyrië en Babylon beweerden precies hetzelfde als de naties. Maar op het moment dat ze uit het oog verloren dat ze een missie hadden van God, werden het monsters. When we appreciate that it is rather the way God operates, so to speak, in this world altogether. He gives us missions. He gives us roles to play. And by our faithfully discharging those missions, for the glory of God, the glory of goodness, righteousness, justice, truth, by our faithfully discharging those missions, we become godly. We become emissaries of goodness, righteousness, justice, truth. By doing so, we become worthy of God's blessings. We moeten in gedachten houden dat als we een missie vervullen en trouw zijn om Gods missie die Hij ons gegeven heeft te vervullen, en trouw zijn aan zijn waarheid, zijn goedheid, zijn gerechtigheid en zijn recht, dan als resultaat ervan worden wij zelf godvruchtig en worden wij zelf opgebouwd in goedheid, in gerechtigheid, recht en waarheid, en worden we afgevaardigden van God en verdienen we, of zijn we waardig voor zijn zegeningen.
God bless you. God zegene jullie.